hard gewerkt om u een leuke avond te bezorgen. En daar gaan we snel mee beginnen. Ik stel voor dat u gaat staan en ontvang ze met de grootste onthaal, want hier is de bak van Bommerdonk onder leiding van Prins Radolfus, de 44ste. Overmaken, we ons ook denken, de mensen hier zijn, die zijn er ook, dus jullie hebben vanavond een fantastische avond. Het is onze derde bakzitting en als de bakzitting vanavond net zo goed en fantastisch is als de twee hiervoor, dan ga je echt een fantastische en geweldige avond tegemoet. Ik zie jullie wel kijken, hè? Wat was dat voor een waanzinnige figuur op het podium? Dat snap ik wel, maar dan vraag ik me toch wel af, de welke bedoelde dan? Ja, ik zit ook in de studentenvereniging hier op de Beek. En er zitten ook heel veel bekende Beekenaren in, hè, of hebben gezeten. En bijvoorbeeld Rob Hennekam. Nou, Rob Hennekam heeft er ook bij gezeten, maar die is al klaar, hè. Nou, ik nog niet. Maar kom, ik ben ook 6 keer gezakt voor mijn Hennexamen. Dat is op zich ook niet zo gek, want ze stellen ook 6 keer dezelfde vraag. Ja, bedankt. 1, 2, 3, 4. En nu ben ik dan lid geworden van onze motorclub. En ja, we zijn wel een beetje een alternatieve club, hoor. Wij zijn zeg maar de duo dakduiven onder de motorrijders. Waar hij alleen maar over het fietspad. Hebben we die motorrijders hebben ook zo de eigen muziek. Heavy metal. Ja, dat zijn meestal van die liedjes met de wat meer diepgaandere teksten, zou ik maar zeggen. En daar heb ik toevallig zo'n liedje bij. Dus misschien dat jullie dat liedje wel willen horen. Momentje, nou pak ik even de tekst erbij. En daar heb ik dit jaar mijn prinsensuite op gemaakt. Hou maar rust zitten, want er valt niks te wachten. Ah, fijn, ik ga even de koppen tellen. Ja, dat ben ik zo niet klaar mee vanavond. 48, 49 en Richard is nummer 50. In het jaar dat ik prins was, zat de zaal gewoon vol. Maar fijn. Het bankbestuur heeft mij gevraagd een ode op te dragen aan mijn broer. Radolfus. En dat doet me heel veel plezier, zoals jullie zien. Lang leven Radolfus. Enfin, laat ik maar gewoon beginnen. Ik was 4 jaar en ik lag lekker in mijn bedje te dromen waar alleen mannetjes van 4 jaar van kunnen dromen. Namelijk 2 fantastische mooie vrouwen met 2 ontzettend de grote tassen vol mijn snoep. Joe! Joe!
zo eens kijken. He. Nou, dat wordt weer een gezellig stukje, denk ik. Mijn god toch. Je moet hier eens komen staan. Daar worden zelfs een psychiater depressief van. En als je nou zo zwaar in de put zit, dat wij je voor de trein wil gooien, dan ga ik wel helpen om je leven op de rails te krijgen. Maar dan heb ik wel gezegd dat je van tevoren even betaalt. Maar ik kan deze keer trouwens niet contant, hè. Je moet een beetje oppassen. De Belastingdienst is namelijk al een paar keer op de macht gesignaleerd. Ik heb gelachen en ik heb gehuild om deze fantastische